Ja, die Belgen zullen trouwens wel blij zijn dat wij er niet meer in zitten. Ja, ik ben echt benieuwd wat ze wat stoer. Ja, man, ik hoop dat ze slecht over ons praten. Dat we er niet bij zijn. We gaan weer. Proost, jongen. Proost. Vorige week hebben we toch wel redelijk onverwacht afscheid moeten nemen van Custom Tattoo. Kijk, een lachen, hè, met de blokkenkaak. Godverdomme, wat een kutwerf. Iedereen straalt ook, hè, nu wij er niet meer zijn. Snap ik. Op mijn teken trekken jullie het doek weg en zien jullie wat jullie moeten gaan tatoeëren. Wat is het nou? Ah! Ja, dus ze moeten foto's maken van die insecten en dan tatoeëren. Ja. Wij zouden dit sowieso kapot gemaakt hebben, maar... Blij dat ik weg ben. Ik had in mijn broek gescheten, maar dat is een spin in zijn bakkie had gezeten, hoor. Zo. Wie denk je dat die opdracht gaat winnen? Ah, ik hoop dat Fearless het wint. Spin kan je niet zo veel fouten meer maken, toch? Zolang je maar een beetje poten telt. Ah, ik denk dat die Spinkaan, dat groene ding, ik denk dat die wel lastig is. Ik dacht ook direct van dat van ons is het meest gedetailleerde van allemaal, dus dat is ook het lastigst. Die Belg zegt dat rupse ding van hem, maar ja, dat is gewoon pootjes en een stokje, toch? Ja. Lisme is moeilijk, omdat je goed na moet denken dat het tattoo technisch, zal ik maar zeggen, overeind gaat blijven. Ook door de tijd heen. Ja, goed Robert. Maakt, want hij gaat er ook niet bij. Nou, ik vind het echt heel mooi. Ik vind het leuk. Ik had alleen wat schaduw erop gedaan, zodat hij een beetje leek alsof hij op die huid zou zitten of zo. Zo had ik het gedaan, denk ik, man. Ja, gewoon een beetje 3D. Ja. Zo'n shade. Schitterend beest. Centipede. Dat hertje. Sorry, maar dit vind ik echt afschuwelijk. Ja, niet omdat het België is, want dat zullen mensen wel weer denken. Nee, ja, kijk, dit is, als je wit op grijs doet, of op je schaduw, dan krijg je dit dus. Dat ziet er niet uit. Het is leuk voor de foto, maar dat is het heel, ziet het er gewoon niet uit. Het is gewoon troep, er zit geen zwart in, niks, man. Kom op, man. Tel die poot eens. Klopt dat? Ja, niet, ik weet het. Wie is van deze drie shops derde geworden? De derde is geworden Silver Shades. Die rups derde plek, sowieso verdiend. Ja, sowieso een neuf. Sowieso een neuf. En nummer 1 is... Custom Tattoo. Fearless geworden. Ja, ja, ja. Dit was wel de meest clean. Sprekende tattoo, ja. Ja, het is wel heel veilig, maar ja, het is wel de mooiste tattoo, denk ik, man. Zometeen komen namelijk jullie canvassen en zij willen een super realistische tatoeage van hun heroes. Ik kan je nu al vertellen dat het portretten worden. Sowieso gaan er een paar absoluut een neus verneuken. Ik denk dat Fearless dit naait, want Gio kan wel realistische tattoos zetten. Mijn naam is Jimmy en ik wil graag het portret van Johan Cruijff op mijn bovenbeen. Ja, wij hebben gewoon Johan Cruijff gepakt natuurlijk. Cruijff is sowieso. Nummer 14. Ik denk dat je fuck bent als je Freddie Mercury krijgt. Want het is niet echt een heel knap persoon of zo. Niet dat Johan Cruijff zo geil is of zo, maar ja. Kijk, het gaat natuurlijk ook om als je een tattoo ziet. Als het een lekker wijf is, is een tattoo al snel goed natuurlijk. Zeker. En als je een leuk mokkel op je arm hebt, dan is die tattoo eigenlijk indirect al gelijk lelijk. Silver Shade, dat betekent dat jullie dus Freddie Mercury mogen gaan tatoeëren. Geen idee wie dat is. Hebben ze YouTube in België of niet? Nou, geen muzikale opvoeding dus. Hij is beter in pissen bij de tatoeëren. Mag ik jou iets vragen? Yes. Zou je het misschien ook op je onderarm willen in plaats van je... Kijk, zie je, weet je wat hij doet? Het is slim, ik zou dat ook doen. Zij switchen... Iedereen moet van plek wisselen bij hun. Constant safe spelen, toch? Die chick wil gewoon op de fucking bovenarm, man. Pleurt op die bovenarm, denk ik dan. Iedereen gaat naar huis. Liefst twee tegelijk. Het is net of je kijkt naar zes vrienden of zo die eens lekker samen gaan tatoeëren of zoiets. Je wil elkaar een beetje opfokken of zo. Rinas begint met 2 uur en René eindigt met 3 uur. Oh, lekker man, Gio. Ik hou van Gio. Ja, ik vind het leuk dat Gio dit doet. Ik kon bijna janken, gewoon meer omdat dat zoveel stress was. En dan nog eens mijn eerste portret. Tuurlijk kan je wel janken. Je jankt de hele teringseizoen al, man. Dat is een gesponsorde tissues of zo. Niet zo hard vegen, Jesus. Hij hoopt alles wat aan te merken. En niet zo hard vegen. Hij is zo goed. Zo gaat jullie met elkaar om. Ga pikstraf, sowieso. Ja, man. Hij zei dit ook. Zullen ze nog bij elkaar zijn? Stop met tatoeëren. Ga maar kijken. Ja. Echt heel mooi. Tevreden? Ja. Kijk die smurf. Hey, ik mis ook een onderlip. Precies wat ik zei, hè? Kijk, die ogen, oké. Okay. Ja, ogen zijn leuk, ogen man. Zijn zeker, okay, man. Zeker. Maar ogen zijn de rest okay, is een één grote okay. Tering, zo. Maar die snor, zeg, die snor is gewoon strijpouwen. Ik dacht niet dat het zo goed ging zijn.
Dat dacht je niet? Nou, oké, okay, laat maar, daar ga ik niet eens op in. Nou, ik heb wel echt een Johan neergezet. Oké, okay, ik vind de ogen van Johan, ja, wederom leuk. Maar ik vind die neus, weet je, hier loopt die neusvleugel door in die wang. Weet je, had die achtergrond gewoon weggelaten. Of doe het zwart of doe het niet, weet je? Overal ben ik echt wel blij met deze tattoo. Mm. Ik denk wel de mooiste tattoo die we hebben gemaakt op Ink Master. Kijk, ja, je hebt... En kijk, als je vroeger een piemeltje tekende op school, weet je wel, dat je zo'n ding, en dan ging het zo omhoog, toch? Dat is precies die neus. Eerlijk, het is gewoon een balzak. Ja, haar is leuk, maar er zit veel zwart in, maar ja, daar kan je weinig een fout doen, weet je, sowieso. Nee, maar als dit heelt, is het ook heel licht, want ze hebben die mascara hebben ze met zwart gedaan. Dus dan zie je in één keer, pap, zie je die mascara erop zitten. Ja. Maar die nosso is licht. Ja, klopt, man. Maar toch, man, die Belgen met die streepjes snor, man, die moeten gewoon naar huis met die. Ja, man. Absoluut, man. Maar ja, wie plakt nou gras op zijn bovenlip, die weet je? Die ogen, de neus en de mond. Nou, wat ik het belangrijkste vind in een portret, vind ik ook wel, was ook goed gelukt. Kijk. Het klopt toch niet, grap? Eén kant heb je een neusvleugel, ja. En de andere kant is gewoon rond. Voor de mensen thuis, grote neus, geen neusvleugel. Zijkant. Maar dit is het aanzicht, toch? Dus zie je twee neusvleugels, toch? Weet je nog toen ik leerling was, hè? Toen ik bij Andy die neus had verneukt. Weet je nog dat ik die fout maakte? Die lul als neus, let op. Ja! Oké. Hou stijf, doei, love you, bye! Die we terug gaan zien in de finale van Ink Master is Fearless. Wat een... Hey, deze man heeft gewonnen met penisneus, man. Silver Shade, gefeliciteerd. Verdiend, jongens. Verdiend! Jeroen! Ze hebben een grasmietensnor gemaakt, verdiend! Hey, dit snap ik niet. Het zijn gewoon vrienden bij elkaar. Hoor, Jeroen, verdiend, man. Ik zou je lijpe kop zo geven, man. Mag Kees? Nou. Ik vind dat Fearless moet winnen, want ik gun België geen daglicht in zijn ogen.